Ik wil graag met u een aantal dingen zeggen over de roeping van een zendeling. En te beginnen met het vers in het boek Romeinen hoofdstuk 12. En daar worden een paar voorwaarden gesteld die heel belangrijk zijn, speciaal voor alle die nu hier zijn. Het eerste punt is dat we een algemene roeping hebben om in gemeenschap met de Heer te komen door geloof aan zijn bloed en te blijven. Het is een algemene roeping, maar er is ook een specifieke roeping. En we zien hier dat het eerste punt is in vers 1, dat de Heer van ons verlangt dat wij ons lichaam stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Dus het beste wat je de Heer kunt teruggeven, is je lichaam. Dus je ogen, je handen, je voeten, je gedachten, dat hoort de Heer toe, want het is nu een tempel van de Heilige Geest geworden. En de Heilige Geest woont nu in uw lichaam en daarmee bent u verzegeld. Dat is heel belangrijk en dat betekent ook, wat laat u toe als in uw ogen, voor beelden, in uw oren voor muziek, waar luistert u naar, hoe kleedt u dergelijke. Dan kun je de Heer vragen, Heer, ik wil dat doen als een offerande voor u, een gave terug voor dat wat u in Christus mij heeft gegeven. Dan komt er een waarschuwing in het begin van vers 2, wordt deze wereld niet gelijkvormig. De wereld doet er alles aan om u te laten denken, spreken en doen als de wereld. Sterker nog, de wereld zal u bijna alles vergeven, zolang u maar gelijkvormig wordt aan deze wereld. En daarom haat de wereld en daarom haat de wereldgezinde christenen straatprediking. Want dan stel je je volkomen tegen dit wereldsysteem met Christus en hem gekruisigd. Wereldgezinde christenen gaan nooit op de straat om het evangelie van de genade van God duidelijk te preken in het openbaar. Die willen geaccepteerd worden van deze wereld. En mijn opgave is juist een grote scheiding te maken tussen het wereldsysteem en de Heer Jezus Christus. Het wereldsysteem haat Jezus Christus. Wil niets met hem van doen hebben. En we hebben heden ten dagen in Nederland een geweldig wereldgelijkvormige christenheid gekregen. In de wat evangelische groepen, maar ook in de wat conservatieve reformatorische groepen, is dat gewoon wereldgelijkvormig geworden. En het beste bewijs daarin is dat ook die laatste groep predikt het evangelie niet duidelijk naar de ongelovigen. Ze schamen zich voor de naam van Jezus Christus. Onafhankelijk wat hun bekentenis of hun belijdenis uiteindelijk is. En hij zegt daarom, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat gaat door het woord van God. We hebben dat gisteren besproken. Dus de stem van de Heere te leren, te beluisteren door het woord van God tot je te nemen. En tijd te nemen, stil te staan om zijn stem te horen. En zo kun je dan door die vernieuwing van je gemoed beproeven wat die goede en die welbehagende en de volmaakte wil van God is. Dat zijn drie willen. De eerste is de goede, iemand is gered. Nou, hij is gered en dat is de goede wil van God. Maar dat wil niet zeggen dat daar een welbehagende wil is. Vele christenen leven een leven wat niet echt God welbehagend is. Na verloop van tijd zeg je, ik wil een discipel worden van Jezus Christus. Ik wil proberen Jezus Christus als Heer ook na te volgen in ieder aspect van mijn leven. Dan probeer je hem te behagen, zo goed als mogelijk. En je hebt een derde, de volmaakte wil van God, dat je dat doet waarvoor je gemaakt en geschapen bent. En dan ben je eigenlijk in Gods ogen een succes. In de ogen van de wereld een geweldige flop. En dat laten ze ook wel weten. Maar in de ogen van de Heer ben je een succes, omdat je dat doet waar God je eigenlijk oorspronkelijk voor gemaakt en geschapen en in Christus voor geplaatst heeft in zijn lichaam. En hier gaat het eigenlijk om die volmaakte wil van God, als je roeping krijgt van God om als zendeling iets voor hem te mogen doen. Er zijn natuurlijk een paar dingen die heel belangrijk zijn als het gaat om de geopenbaarde wil van God in de schrift. We zien bijvoorbeeld, ik wil een paar voorbeelden nemen, en we gaan niet het heel uitgebreid doen, maar het is voldoende denk ik om een paar voorbeelden te nemen die voor iedere christen gelden. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 17 lezen we, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.
Dus gedurig bidden. Je kunt ook een geest van gebed hebben, ook als je op de straat gaat of je werk doet. En God in alles danken, niet voor alles. Er zijn heel veel dingen waarvan je zegt, daar kan ik het niet voor danken. Maar in die situatie kun je God wel dankbaar blijven. En dat is de wil van God voor iedere christen. Dan is het een wil van God dat we dienen te lijden als we recht doen. Dus als we de Heer proberen te behagen en goed doen, dan kan het zijn dat je daardoor lijden ontvangt. Ook dat is de wil van God voor een christen. In 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 17 lezen we: eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vrees God, eert de koning, gehuisknechten, zijt met allen vrezen onderdanig de Heer, niet alleen de goede en bescheiden, maar ook de harden. Dat zijn gebieden die God, dat is 1 Petrus 2, 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 17. Het is beter dat wij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. En waarom is dat? Omdat de Heer Jezus ons een voorbeeld is geweest. Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dus lijden is, als je recht doet, ook een genade van God en ook zijn wil. Dan noemt hij ook om je lichaam correct te behandelen. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 3, 4 en 5. Dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat de iegelijk van uw weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dus je dient, we hebben al gesprongen, heilig, heilig, heilig. Het is een kenmerk van een bijbelgelovige Christus, een heilige wandel. Een godvruchtige wandel die verbonden is met een heilige God. Alle goden van alle andere religieuze systemen zijn afgoden en zijn onheilig. We hebben een heilige God. Daarom een heilige geest en een heilige schrift. De nieuwe Bijbels zijn onheilige boeken. Dat is alles wat er is. Het zijn gewoon imitaties van de heilige schrift, de Statenbijbel. En natuurlijk, je dient de overheid te onderwerpen, met uitzondering als daar geboden zijn die tegen de schrift gaan. Bijvoorbeeld men zegt, ja, je mag niet getuigen van Jezus Christus. Terwijl de Bijbel zegt, geheel in de gehele wereld en predik het evangelie in alle creatuur. Dat is een ander verhaal dan. Maar dat is de uitzondering, niet de regel. Nu, we hebben gesproken over het punt van dat als je ergens komt, dan kun je een last krijgen voor een bepaald land, een gebied of een groep mensen. Dat wil niet zeggen dat de Heer u roept om daar naartoe te gaan. Je kunt je hart gebroken krijgen voor de zonden van de mensheid in het algemeen. Nou, als je ergens naartoe gaat, en ik kan het ook bemoedigen als je dus op vakantie gaat en zo, dan zegt de Heer, wilt u, geeft hem wat traktaten. En dat je de tijd neemt en de Heer ook vraagt om je te sturen naar mensen die daar in die omgeving misschien geld hopen te krijgen van de toeristen, maar ook een ziel zijn en het evangelie moeten horen. En dat kun je ook combineren. Zeker als je met je gezin ergens naartoe gaat, je neemt een paar honderd traktaten mee, je verdeelt die week of die twee weken. En dan ben je vaak verrast wat voor bijzondere ontmoetingen de Heer u kunt geven. Ook met ongelovigen die zeggen, dat heb ik nou altijd gezocht. Iemand die de moeite neemt voor mijn ziel. Ik weet nog goed, ik was ergens in de States jaren geleden, zo'n 25 jaar geleden. Het was zo'n Dennis, een soort buffet. En ik had ontbeten en ik zei, je geeft daar zo'n tip. Dus komt zo'n meisje en die zei, zo en zo, ik gaf hem wat extra. En ik deed een traktaatje erbij. En dan zei ze, wat is dat dan? Dat is een traktaat. Nou, wat is een traktaat? Nou, dat gaat over Jezus Christus. Ja, hoezo dan? Dus ik heb het uitgelegd. Het was wat vroeg, dus ze had tijd om wat te spreken. En ik kon het evangelie uitleggen. En toen zei ik van, nou, begrijp je dat? Ja, dat begrijp ik. Ben je een zonde? Ja, ik ben een zonde. Wil je de Heer Jezus aannemen? Ja, graag. En toen is ze daar eerder geknieuwd en heeft de Heer Jezus aangenomen. En toen zei ze, de historische woorden, eindelijk iemand die zorg heeft voor mijn ziel. Het meisje deed gewoon een werk en dergelijke. Maar ze had direct iemand die zorg voor haar ziel had. En toen zei ik, nou, kom morgen voorbij, dan geef ik je een Bijbel. Ze zei, nou, heel graag. En ze was inderdaad daar en ze had haar Bijbel. Want ik heb haar adres gegeven van de gemeente en dergelijke. Maar dat waren van die kleine dingetjes. Je zit ergens te eten en zo. Maar ja, die persoon, dat meisje had ook grote problemen.
Maar ze was wel gestuurd en ja, ze wachtte er eigenlijk op dat iemand haar zou introduceren tot Jezus Christus. En dat duurde misschien 10, 15 minuten. En toevallig was daar die mogelijkheid, omdat er weinig mensen waren en dergelijke. Maar dat is ook zo, als je op vakantie bent, je gaat ergens naartoe, dat je zegt, Heer, wilt u me iemand geven, sturen, die door u voorbereid is. En de Heer weet precies waar ze zijn. En ik ben er ook voor dat als je, zoals een paar jongens deden, gaan naar Bakkeveen, hebben dan overal verdeeld. Maar dan heb je soms ook een gesprek, of een van die jongens, Jos, had een gesprek voor een uur of zo met iemand. En dan merk je, ja, die man heeft een grote geestelijke nood. En soms is het beste om gewoon te bidden. Jaar geleden was er een vriend van mij is nu gestorven. Was toentertijd de oudste overlevende van Pearl Harbor. Jim Downing was zijn naam. Je kunt hem eens googlen. Het was een van de navigators. De vierde navigator op de West Virginia. Dat is een van de slagschepen toentertijd in Pearl Harbor. En toentertijd was Dawson Trotman daar. De stichter van de navigators. Die ging daar bidden dat de mensen mochten winnen op die slagschepen. En de vierde was Jim Downing. En Jim Downing, die is later, heeft hij me bezocht hier in de jaren 80 in Nederland. Ik heb hem ook in Colorado bezocht. En die is, ik geloof, meer dan 100 jaar oud geworden, als ik me goed herinner. En hij was een hele trouwe getuige. Een hele goede persoonlijke winnaar. Hij heeft ook altijd later, toen hij tot geloof kwam, hele bijbelstudies gehouden op die slagschepen en dergelijke. En hij was een, hij zei op een gegeven moment van, ja, we hadden iemand die zeiden van, nou, we gingen dan bij die barakken, waar die Amerikaanse soldaten waren. Dan gingen we evangeliseren. Nou, nee, we zeiden van, nou, we hebben 2000 mensen, dus jij krijgt die barakken, jij krijgt die en die en die. Dan moest je even naar die barakken gaan. Nou, dan gingen die mensen naartoe en bidden en verdelen. En er was één man, elke keer als hij een opdracht kreeg en dan kwam hij terug, had hij een paar mensen tot de Heer geleid. En die anderen, die gingen allemaal die barakken langs, maar die kwamen terug van, ja, interessante gesprekken, dit en dat. Maar die man, die had al wat mensen. Dus op een gegeven moment zei die Downing tegen die jongen, ja, hoe doe jij dat nou? Dus hij zei tegen hem, nou ja, meneer Downing, u bent hier de chef, dus ik zal maar even opbiechten. Ja, ik ga nooit naar die barakken waar u me naartoe stuurt. Ja, ik ga wel in de omgeving, maar ik ga niet al die deurtjes langs. Ik zeg, Heer, leidt u me naar de juiste persoon. Amen. En, dus die gaat er naartoe en die staat daar zo'n beetje. En dan komt iemand aan en hij bidt, Heer, is dat de juiste persoon? Wilt u me wijsheid geven? Wat moet ik zeggen? Zo. En, hoe gaat het met jou? Interessant, waar ga je naartoe? Ben je op weg naar de hemel of naar de hel? Wat? Ben je op weg naar de hemel of naar de hel? Ja, dat weet ik niet, ja. Nou, je kunt zeker weten dat je naar de hel gaat of naar de hemel gaat. Mag ik je even laten zien? Heb je 5 minuten van je tijd? Ja, waarom niet? En hup, pats, boom, en dan kon je zo tot de Heer leiden. En het ging elke avond zo. En die andere jongens, die gingen allemaal de kruisjes zetten. Die barak en die barak en die barak. Maar die baden niet. En die andere jongen, die bad gewoon, Heer, leidt u mij maar. Dat misschien, ja, 10 traktaten verdeeld. 5 gesprekken, 3 tot de Heer geleid. Zo ging dat. En dat heb ik nooit vergeten. En dat is denk ik ook heel belangrijk als je ergens naartoe gaat. Van al die mensen die daar zijn, weten je heel goed wie werkelijk zoekende zijn en het evangelie nodig hebben. Dat weten jij en ik niet. En als jij bidt, kan de Heer naar die mensen leiden. Je moet bereid zijn, je moet, en daar komen we zo op, relatie met de Heer moet goed zijn, er moet geen onbekende zonde zijn, je moet een bepaalde groei hebben, je moet weten hoe je iemand het evangelie kan uitleggen, tot de Heer mogen leiden, een gesprek kan beginnen. Dat zijn allemaal dingen die je kunt oppikken. Maar het allermooiste is dat je dan, als iemand die ging dan elke 2, 3 avonden op pad. En elke avond had hij vis. En die kon hij daarna zo geven. En na verloop van dat zeiden die andere jongens, ja, wat doet die jongen dat nog toch? Wat is het voor een geheim? Dus dan zei ik, bid gewoon. Leid me maar hier. Nou, dat deed hij ook. En dat is ook het punt als je zegt, ik roep hem voor een zendeling. Iedereen is eigenlijk al een zendeling die hier zit. Je bent gezonden in de plaats waar je geplaatst bent. In jouw Jeruzalem. De Heer zegt in Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem. In geheel Judea. En Samaria. En het einde der aarde. En. Maar het begint in jouw Jeruzalem. Dat is ook het moeilijkste. De eerste, goed, toen ik tot geloof kwam in Groningen. Zijn die getuigen naar al je oude makkers bij de voetbalclub. Bij de universiteit. Dan terug naar Huizen. Nou, al die voetbaljongens die zaten in het wapen van Huizen. Er was een café daar, nou, ik daar naartoe en ja, daar vond ik ze. Ja, toen heb ik een paar foutjes gemaakt, dat is beginneling. Ik ging daar rond de uur of 11, 12 naartoe en begon er 1, 2 uur nacht te getuigen dat de helft dronken was. Ja, dat ging natuurlijk niet goed. Daar had je snel allerlei strijd. En op een gegeven moment waren we bij een andere café waar we naartoe gingen, een uur of 10. En ik ging mijn oude makkers zoeken en ik vond ze ook. En ben er goed, op een gegeven moment was ik daar en... Ik sprak met een jonge Martin, een goede voetballer.
En ik getuigde. En op een gegeven moment met twee andere jongens die aan de andere kant zaten van die bar met een colaatje. En op een gegeven moment voelde ik een grote arm die me zo pakt hier. En het gaat zo meer. En ik kijk naar mijn twee medestrijders die aan de andere kant zitten. En die doen helemaal niks. En mijn ongelooflijke kameraad Martin die zegt tegen die reus die achter me stond. Hé, dat kun je niet doen. Ik had al gedacht, ik moet mijn judoraansglas kapot slagen. En dan kan je meteen, weet je wat, dat doen. Maar dat mag je natuurlijk niet doen als christen. Maar je moet iets doen om je niet gewurgd wordt. En die jongen die zei op een gegeven moment, mijn kameraad, ja, dat moet je niet doen. Ja, maar die jongen die spreekt over het evangelie, dat kan je niet doen. En dat moest ik ook leren. Het is niet zo wijs om daar zaterdagavond te gaan getuigen in een bar waar de helft bedronken is. Dus aan de afloop zei ik tegen mijn twee medestrijders, ja, waarom hebben jullie niks gedaan? En dan zeiden ze heel vroom, we waren in het gebed voor jou, broeder. Ja. Ja, het eerste wat je leert als straatprediker, je bent aan het preken, er komt iemand die je wil problemen maken, dan moet je ertussen komen. De derde persoon moet ertussen komen. Dat deden mijn broeders niet bepaald. Maar dat zijn van die dingen die je dan leert, dat je denkt van ja, hoe je dingen ook niet moet doen. Dat leer je door schade en schande dan. Maar je begint te getuigen waar je geplaatst bent. En op een gegeven moment, weet ik nog goed, dan ik getuigd. En er kwamen een paar mensen in Groningen, ook in huizen, tot geloof in Jezus Christus. Ik heb ze nazorg gegeven. En toen zei de Heer van, nou, dat is mooi. En dan bijbelstudie en zo. En dat ging dan een beetje verder. Dan ging je reizen als studenten. We zijn vaak twee aan twee, gaan liften. En dan zeiden van, we hebben geen geld bij ons. Ze hebben nooit geld. Dus Heer, we moeten naar Zuid-Italië in 3 dagen. We hebben geen geld. We hadden een hele tas meegenomen met traktaten. In Johannes even in het Nieuwe Testament, al verschillende talen. En we gingen geen liften. En dan kwam iemand die stopte dan. En ik ging met mijn maatje Paul erin en zei, nou, we moeten daar naartoe. Nou, zei hij dan. En dan zei hij van, nou ja, waar ga je naartoe? Ja, wij gaan. Dan zijn we naar de hemel, zeiden we dan. En waar bent u? We gaan de hel naar de hemel. Nou, de meeste waren naar de hel. Maar ze wilden wel weten hoe je naar de hemel moest komen. Dus dan gingen we getuigen en ze brachten ons een paar 100 kilometer verderop. En zo kwamen we dan in Zuid-Italië en terug, zonder geld. En we hadden gewoon, ja, we hadden eigenlijk niks, alleen het evangelie. En dat was in Matteüs hoofdstuk 10. Ik wil nog even met u lezen. Dat is een vers, en toen de tijd wist ik niks van het woord, de waarheid, recht, delen en al die toestanden. Maar hij zegt in Matteüs hoofdstuk 10 vers 9, verkrijgt u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels, nog malen tot de weg, nog 2 rokken, nog schoenen, nog staf, want de arbeider is zijn voedsel waardig. Dus hij zei, nou ja, je hoeft niet geld mee te nemen, want de arbeider is een voedsel. Dus ik las dat, ik dacht van, nou, dan wil ik wel eens kijken of dat klopt, of dat functioneert. Dus wij namen geen geld mee, we gingen daar liften en in 3 dagen waren we daaronder. En inderdaad, dat klopte. We hebben overal het evangelie gebracht en die mensen nodigden ons uit voor eten, voor slaapplaats, hoefden nooit iets te betalen. Dus ik dacht toen als jonge christen, dat boek, dat werkt. Als je in geloof gaat. En het interessante was, hij zegt daar, verkrijg u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels. Dus in mijn portemonnee. Maar hij zei niet, je moet geen gordel meenemen. En dat was omdat de Heer gaat die gordel ook vullen als jij het evangelie preekt. Dat wist ik ook niet. Maar dat is ook een zaak die je daardoor die je zo leert. En dat is eigenlijk allemaal om te betonen hoe belangrijk het evangelie van de genade van God is. Een engel namelijk kan het evangelie niet preken. U herinnert zich misschien in Handelingen hoofdstuk 10 dat Cornelius een gezicht krijgt. En daar is een engel. En die engel die zegt tegen Cornelius dat zijn gebeden en zijn aalmoezen zijn in gedachtenis opgekomen voor God. Vers 4. En dan zegt die engel in vers 5, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij ene Simon, een lederarbeider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. Dus die engel kan het evangelie niet brengen, maar die zegt tegen Cornelius, je moet daar naartoe gaan en daar vind je een man. En die zal je de woorden van de levende God zeggen. En dat is heel belangrijk, dat engelen, die hebben namelijk geen bloed, die zijn niet, kunnen niet door bloed verzoend worden. Die kunnen ook niet de bloedverzoening preken of doorgeven. Dat kunnen alleen mensen van, zoals wij nog van vlees en bloed, die door het bloed van Christus verzoend zijn met God. Dus mensen komen tot geloof of door een traktaat, een schrift, of door een mens van vlees en bloed die verzoend is met God en die getuigt. Dat is heel belangrijk. En af en toe dan kan de Heer je bijzondere, ja,
goddelijke termijnen geven. Een jaar geleden was er een dame en die was wat van die Gideon-bijbeltjes. En die was aan het verdelen in Arabische landen met haar man. En zij kwam op een gegeven moment en toen zij wilde in zo'n boekenhandel binnengaan. En er was ze wilde zo'n Gideon-bijbeltje geven aan zo'n oude grijze man die als imam, zo'n leider van een moskee uitzag. En de man zei, nee, dat moet je niet doen, dat is veel te gevaarlijk. Nou ja, zeg maar onderdanig, dus ze gingen samen met die auto weg en het was stil in die auto. En toen zei ze op een gegeven moment, na een minuutje, als die man naar de hel gaat, dan ben jij verantwoordelijk voor zijn bloed, want ik geloof dat ik die man het Nieuwe Testament moest geven. Ze rijdt door en op was een krrrr, terug. En de held, de man, zegt, schat, ik ben hier en bid voor je, maar jij gaat maar in die winkel en geeft die man dat Nieuwe Testament. Dus zij gaat daarbij en die man stond er nog steeds. Alsof hij op haar wachtte. Dus zij gaat naar binnen en ze wacht tot het één op één is en ze zegt, ik wil je iets geven. Het is een boek van de levende God. En die man krijgt tranen in zijn ogen en zegt, ik heb vannacht een droom gehad en er zijn er een engel. Je moet hier naartoe gaan en hier zul je iemand ontvinden die jou het boek met de woorden van de levende God geeft. Nou ja, ze heeft dat daar gelaten en ze heeft voor hem gebeden en het is gegaan. Maar dat was een bijzondere afspraak die de Heer had gearrangeerd, net zoals hier in Handelingen hoofdstuk 10, met Cornelius. En dat kan ook met u zo zijn. Als u bidt, dan kan de Heer u ook net zo goed in Nederland mensen geven die zoekende zijn. En die hebben het nodig dat ze van u het evangelie of een traktaat of een getuigenis horen. En het begint waar u hier bent. En dat is heel belangrijk, want ik heb het al eens gezegd, regelmatig krijg ik mensen die zeggen van ja, we willen graag naar de gemeente komen en we zijn ben net bijbelschool klaar, willen zendelingen zijn en willen u bezoeken. Zeg, nou ja, oké. Kom maar, dan komen ze vaak en dan hebben ze hele plannen en toestanden en dan zeg ik altijd, twee vragen stel ik, hoe was je relatie met de Heer Jezus Christus in die jaren dat je bijbelschool deed? Ja, nou ja, was niet helemaal ideaal, ik had heel veel opdrachten en was heel druk en zo en nee, was niet zo goed. Oh ja. En heb je sinds je gedurende je bijbelschool, of sinds je bijbelschool gedaan hebt, iemand tot de Heer Jezus mogen leiden en hem verder mogen helpen om te groeien in de genade en kennis van Jezus Christus? Ja, nee, ik heb geen tijd. Ik ben op deputatie, ik moet gemeente bezoeken en zo. Daar heb ik geen tijd voor zulke dingen. Ik zeg, nou ja, ik wens je veel succes, maar mij hoef je niet terug te komen. Want als je de Heer niet kan gebruiken, ten eerste om een normale persoonlijke relatie op te bouwen, waar je bent, in het land waar je bent, in de cultuur waar je bent. En ten tweede, dat hij je niet gebruikt om iemand tot de Heer te leiden en te helpen groeien. Dan moet je niet denken dat je in een andere cultuur, in een andere taal, plotseling al die dingen gaat oppikken. Dat kun je helemaal vergeten. En het is altijd zo waar gebleken. Jongens die daar niet van de Heer gebruikt zijn in hun eigen Jeruzalem, waar ze zijn, in hun eigen land, hun eigen cultuur, worden ook niet bijzonder gebruikt als ze in een ander land, een andere cultuur gaan. Je moet eerst trouw zijn in de kleine dingen waar de Heer je heeft geplaatst. Daar begint zending. Want nogmaals, er is geen christelijk land in deze wereld. Waarom niet? Een christelijk land is een land waar meer dan de helft van de mensen opnieuw geboren is. Nou, noemt u mij één land waar meer dan de helft van de mensen opnieuw geboren is. In de geschiedenis. Nederland ook niet. Het enige wat in de buurt komt misschien is toen de tijd in wat nu Noord-Korea is, Pyongyang, dat weet u misschien niet. Maar zo'n 100 jaar geleden was dat Pyongyang. Men noemde dat het Jeruzalem van het oosten. Dat was 1 op de 3 opnieuw geboren christenen. En dat verklaart ook waarom toen de tijd Rome, via de Jezuïten en de communisten Noord-Korea hebben aangevallen. Via de communisten van Mao. En dat gedeelte hebben ze atheïstisch gemaakt. En heden ten dagen worden de christenen als honden, slechter als honden behandeld in de concentratiekampen. Precies zo deden ze trouwens met het voormalig centrum van de reformatie in Duitsland. Dat werd toen de DDR. Het meest tegenwoordig atheïstische land ter wereld. Na 40 jaar hersenspoeling van communisme. Want dat was de kern van de reformatie in de wereld. Maar dat is een ander verhaal. De Heer zegt, hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Dat is zijn wil. Wat is het? Meer dan 7 of 8 miljard, hebben we gisteren gehoord, mensen. De meesten zijn niet opnieuw geboren, zijn verloren. En wat ze nodig hebben is een heiland. Ze hebben niet een betere, hardere munteenheid, meer werk nodig, meer gezondheid nodig. Ze hebben Jezus Christus nodig. Dat is het allerbelangrijkste. En die stille stem waar we het gisteren over hadden,
die is heel belangrijk om te beluisteren. Want de nood is nog altijd dezelfde. In Matteüs hoofdstuk 9 zegt de Heer, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitsturen. Dat is het allerbelangrijkste voor Nederland. Als u zegt, ik ben een goede Nederlander, ik heb een hart voor mijn land. Bid voor de overheid en geef uw eigen mensen, de Friese, de Groningen, de Drenthe, amen, het evangelie in hun eigen dialect of in hun eigen taal. Dat is het beste wat je kunt doen voor je eigen land. Heden ten dagen hoor je vaak dat mensen zeggen, ja, we willen alleen maar de mensen ondersteunen die daar wonen en geen zendelingen misturen. Maar zendelingen hebben een hele belangrijke plaats. Zeker een land als Nederland, ik zeg het altijd, Nederlanders zijn van nature eigenlijk een van de beste toegeruste mensen om zendeling te worden. Waarom is dat? Wij zijn zeer avontuurlijk ingesteld. Je ziet Nederlanders over de hele wereld, vaak ook alleen of in kleine groepjes. Als je Duitsers ziet, dan heb je hele kolonnes, een wolvenpak, dan komen ze ergens binnen en dan nemen ze het hele hotel over of zo. Nederlanders die gaan gewoon individueel naartoe en die hebben moed, die gaan waar anderen niet naartoe gaan. Ze leren heel snel hun talen, kunnen zich goed aanpassen. We hebben één probleem, we zijn behoorlijk gebekt, dus we zeggen vaak wat we denken, wat meestal niet zo op prijs gesteld wordt in andere culturen, maar dat leer je ook wel af na verloop van tijd, als je tenminste wat wijsheid hebt. De Nederlander van nature is niet zo gedisciplineerd als de Duitser, maar behoorlijk gedisciplineerd, kan zich aanpassen, heeft een bepaalde discipline, heeft een harde kop en kan dingen doordrukken als hij weet dat is de waarheid. En dat zijn van nature hele goede eigenschappen voor zendelingen. Misschien is dat een van de redenen waarom de vijand zoveel probeert om Nederland door de tolerantie allerlei rotzooi te laten doen komen, dat er geen zendelingen meer in de gemeente, jonge mannen vooral, opkomen om de Heer te dienen. Ik zeg jonge mannen. Jonge vrouwen zijn er meestal wel voldoende. Ik weet niet wat dat is, maar het is altijd zo dat er veel meer jonge vrouwen zijn die zendelingen willen worden dan jonge mannen. En dat heb ik ook gezien als je de evangelie bekijkt. Wie waren er bij het graf? Geen mannen. De apostelen, die waren er niet. Nee, die vrouwen waren daar. Dus op een of andere manier hebben de vrouwen soms meer moed of meer hart voor de Heer dan ons mannen. Nu een paar dingen die hopelijk een hulp zijn om u te helpen om die stille stem van de Heer te horen. Een last is één iets, een roeping is een tweede en de derde is de voorbereiding om van de last en de roeping tot een man te worden die ook bereid is om er naartoe te gaan. Het dagelijks lezen van de schrift, dat is het allerbelangrijkste. God roept u vaak in het gewoon lezen van de Heilige Schrift. In Psalm 119, vers 105 lezen we, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dat is Gods woord. Het is dit boek, de Statenbijbel, of in het Engels als u leest, de King James tekst. In vers 130 lezen we, de opening uw woorden geeft licht, de slechten verstandig makende. Wij zijn van nature slecht, we hebben verstand nodig en dat is verbonden met de woorden van God die licht geven. Nogmaals, er is niets wat een roeping kan verplaatsen als het dagelijks lezen van het woord van God. Zo ontvangt u de stem van God, de leiding, de vermaning of de opbouw. Een tweede punt is heel belangrijk, we hebben hier een paar voorgangers van verschillende bijbelgelovende gemeenten, dat de mensen die hier zijn zich stellen wekelijks onder de gepredikte woord van God. God kan ontzettend veel doen door het vers voor vers onderwijs en de prediking van het woord van God in een plaatselijke bijbelgelovende gemeente. Ook Paulus die kreeg dat vaak Handelingen hoofdstuk 13 is hij een van de vijf predikanten, profeten, leraars. En hij wordt als laatste genoemd in Handelingen 13 vers 1. Barnabas als eerste. En de Heilige Geest zegt als ze actief zijn in deze plaatselijke bijbelgelovende gemeente. In vers 2, als ze de Here dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zondert mij af Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dat werk hebben ze al gedaan in de gemeente waar ze actief waren. Nu dienen ze hetzelfde werk te doen buiten die gemeente. Ze gingen reizen zoals we weten in die verschillende zendingsreizen. Maar dat werk wat ze daar in Antiochië deden, in die gemeente, dienen ze ook in andere plaatsen door te voeren.
Ten derde, er zijn omstandigheden die de Heer geeft. En soms geeft hij de omstandigheden duidelijke gesloten of ook open deuren. In 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 12 lezen we dat Paulus een open deur vindt in Troas. 2 Korinthe 2 vers 12. Voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Here, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar, hij zegt, afscheid genomen, ging je naar Macedonië. Er zat een open deur en toch ging hij daar niet doorheen, want hij had geleerd, ik kan er wel doorheen gaan en daar een gemeente beginnen, maar ik kan ook wachten, eerst Titus halen en dan met hem daar een gemeente beginnen. En dan ziet hij hoe ik die gemeente begin, heb ik mijn dienst vermeerd en bij een volgende open deur kan hij daar een gemeente beginnen en ik ga dan naar de volgende open deur. Dus we hadden een idee van training, hoe je mensen kunt opbouwen en helpen om zelf gemeente te beginnen. En daarnaast is het ook zo, als u een open deur vindt, zult u vaak ook vinden dat er veel tegenstand komt. Niet alleen positieve dingen, maar er zijn ook tegenstanders. Die proberen te hinderen het evangelie door te geven. 1 Korinthe 16 vers 9 zegt, want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Met andere woorden, je gaat ergens doorheen en je weet dat het is van de Heer en je gaat preken en dan komt de tegenstand, dat hoort erbij. Zeg niet van het moet allemaal over van een leien dakje gaan, nee, tegenstand hoort erbij. Dat is ook goed. Het maakt je een betere prediker, een beter mens, een goede strijder. Kan je voorstellen als je een goede sportman wil worden, nou wat zie je dan tegenwoordig? Dat je een persoon die 10 jaar oud is, die laat je met 12-jarige voetballen of sporten, dat ze meer weerstand krijgen, dat hij dan op jonge leeftijd al meer moet doen als dat hij met zijn gelijksoortige leeftijdsgenoten de beste is. Nee, ja, dan moet hij een beetje meer geven als hij met sterkere jongetjes sport. Dat is een goede zaak. Dat is geestelijk precies hetzelfde. De Heer bereidt ons voor een regering, een 1000 jaar rijk in de eeuwigheid. En daar hebben we af en toe wat strijd, wat kamp voor nodig. En u kunt ook bidden voor open deuren. Dat is heel belangrijk als u bidt voor zendelingen, dat de Heer die persoon open deuren geeft en wijsheid geeft om die open deuren te vinden en daardoor te gaan. In Kolossen hoofdstuk 4 vers, bidden voor een zendeling ook. Je kunt soms ergens een gemeente beginnen en je gaat hier en dat proberen. En plotseling gaat de Heer ergens heel anders een gemeente, een deur openen. Kolossen 4 vers 3, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus om de welke ik ook gebonden ben. Een deur openen, een deur des woords, dat daar mensen zijn die het woord graag willen horen. Ik weet nog goed, er zijn 22 jaar geleden zijn we begonnen in Liechtenstein. Daar hebben we van die straatpreekreizen gemaakt, wat we nu ook doen in Ierland bijvoorbeeld. We kwamen op een gegeven moment in München. Dat was ook wel een aardige. Ik kwam daar binnen en het was heel druk. En op een gegeven moment, ik zei, wat is het zo druk daar? We gingen naar het centrum, dat is de Marienplatz. Waarbij München altijd zijn feestjes viert, als ze weer eens kampioen geworden zijn. En we gingen daar preken. Maar ja, wat we niet wisten, het was het centrum. Het was direct de Oktoberfesten. Dus de hele stad was volkomen bezopen. Dus wij gingen daar staan, in het midden met een banier en zo. We gingen preken, ja, meteen allerlei ellende natuurlijk. En dan zagen we, nou Heer, wilt u maar op termijn een open deur geven? Nou, 20 jaar later mochten we daar een gemeente beginnen van nu 30, 40 man. Die nu zelf op de straat gaan en in het Bayerisch Deutsch, die eigen katholieke Beieren daar het evangelie der genade gods in het openbaar preken. Maar het heeft wel 20 jaar geduurd. Maar we zijn er binnen gegaan, en ook in Oostenrijk ben ik nog een keer, in Kerten of in Tirol. Heer, wat we daar, 2001 was dat, ook hier een open deur geven. En nu hebben we daar, zijn we een gemeente begonnen. Soms kan het jaren duren dat je ergens een open deur vindt, maar als je blijft bidden, geeft de Heer vanzelf wel een open deur. Een ander land, kan ik niet zo noemen nu, omdat het opgenomen wordt, is een land wat bijzonder gesloten is, wat zeer zwaar moslim is. We hebben daar meer dan 8 jaar voor gebeden en konden geen open deur vinden. En nu, door Gods genade, mogen we daar duizenden Bijbels brengen. De christenen uit dat land moeten naar een ander land gaan. En die kunnen we nu helpen om daar voorgangers te trainen die in hun eigen taal een goede Bijbel nu hebben, hun eigen gemeente kunnen verzorgen. Maar dat is wel na meer dan 10 jaar gebed geweest. Dus soms als je bidt, de Heer beantwoordt het gebed wel, maar hij wil dat je ook doorbidt totdat daar inderdaad een gebedsverhoring is. God kan je in een dienst stellen en je kunt je alleen zelf uit de dienst halen door
onbeleden zonde. God wil nog altijd in de laatste dagen open deuren geven. Mijns inziens zullen veel deuren gaan sluiten in de komende tijd. En de reden is vanwege het woord van God wat meer en meer, het zuivere woord van God, aan de kant geschoven wordt. De Heer zegt in Openbaring hoofdstuk 3, vers 8, ik weet uw werken, zie ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Daarom is het zo belangrijk dat we die Bijbelconferentie hebben, bijbelgelovende gemeente, met dit boek wat in het openbaar geleerd en gepreekt wordt, in het openbaar de naam van Jezus verkondigen en niet verloochenen. Dat houdt een land open. Als je dat namelijk niet meer doet, dan komt daar vanzelf een politiestaat binnen. En die gaat heel snel in de laatste dagen. Ook gaat dat in Nederland komen als wij niet regelmatig meer het evangelie van de genade van God in de openbaarheid verkondigen. Praktisch gesproken, het allerbelangrijkste is dat God een man roept en dat een man, dat hij een last heeft, een roepen krijgt. En die is eerst op grond van de schrift. En de tweede een voorbereiding heeft dan. Het begint in een plaatselijke gemeente met discipelschap of met een Bijbelinstituut. Om een goede kennis van de schrift te hebben. En in die gemeente ook actief wordt om de andere heiligen te dienen. En zijn eigen voorganger te ondersteunen. En dan kan zo iemand na verloop van tijd met aanbeveling van anderen in de gemeente uitgezonden worden om in het land zelf of ergens anders hetzelfde werk te doen en zelf gemeenten te gaan beginnen. Het begint altijd met een man, en dan wordt het een gemeente en een beweging. Het begint altijd met een man. Het kan met een vrouw beginnen als ze bidt, maar een vrouw kan niet zelf gemeente beginnen, avondmaal doen en mensen dopen, dat is onmogelijk. Het is een man, heel belangrijk. En daarom is de grote aanval heden ten dagen op de mannen. Dat zie je in Exodus hoofdstuk 2 ook. De farao zei tegen die vroedvrouwen, alle mannelijke baby's moeten afgeslacht worden. De vrouwelijke kunnen leven blijven. Het gaat om de mannen in de laatste dagen, ontzettend belangrijk. En nogmaals, als je iets gaat doen, zoals Noah, die werd voor gek versleten, een boot bouwen, terwijl er nooit een druppeltje regen gevallen was. Abraham, die moest een stad verlaten, was een voorvader gewoon naar een land waar hij niet eens wist waar hij naartoe moest gaan. John Patton, de Scotsman, die werd geroepen naar de Nieuwe Hebriden in de Pacifische Oceaan. Toen hij er kwam, waren er alleen maar kannibalen. Toen hij wegging, waren er alleen maar bekennende christenen. Die mannen die zijn gegaan, hebben God vertrouwd en God heeft ze doorgeleid. En dat is een voorbeeld voor ons. We hebben dezelfde God, dezelfde geest, dezelfde schrift. Het probleem is, we hebben mannen nodig die geloof hebben om Gods belofte vast te houden. Op grond daarvan, tegen de stromen, tegen de wereldsgezinde christenen, de Heer Jezus Christus na te volgen. Laten we nog met gebed eindigen. Vader, we danken u voor uw woord. We danken voor uw trouw. We danken dat u dezelfde bent en ook zelf als zendeling vanuit de hemel gekomen bent op een aarde naar de zijnen, naar uw volk Israël. Die hebben u niet aangenomen. We vragen of u door uw genade ook heen ten dagen nog mannen roept, ook hier vanuit deze gemeente in Nederland, om hier in Nederland of misschien buiten Nederland uw evangelie te verkondigen, gemeente te gronden en bijbelgelovige mannen op te bouwen. We vragen dat in Jezus Christus' naam. Amen.